woordleer of morfologie. Nou, die woord morfologie komt van die Grieks morphi, wat betekent vorm, en logos, leer van, leer. Ja, so morfologie is die leer van die vorm van een woord, vormleer. Maar daar is een paar morfologische begrippen wat je moet ken. Die eerste morfologische begrip is een morfeem. Morfeem is die kleinste betekenisvolle eenheid van een woord. En daar is vier soorten morfeme. Die eerste morfeem is die stam. Maar die stam is die kleinste eenheid wat zelfstandige betekenis het. Kleinste eenheid met zelfstandige betekenis. Bijvoorbeeld verdriet. Je kan niet die woord verder opdeel als een verdriet nie. Verdriet is die hele stam. Herken, die kleinste betekenisvolle eenheid daar is ken. So ken is die stam. Geboorte, je kan hem niet verder opdeel. Dit is niet boer met ge of te achteraan. Dit is geboorte. Dit is die hele stam van die woord. Die tweede soort morfeem is een flexiemorfeem. Nou, een flexiemorfeem kan natuurlijk een pre- of een postmorfeem wees. Met andere woorden, hy kan of voor een woord gevoeg word of achter een woord gevoeg word. So die pre- en die post het net betrekking op waarheid ten opzichte van die stam staan. Goed. Nou, een flexiemorfeem het nie zelfstandige betekenis nie. Hy is afhankelijk van die stam om betekenis te dra. Nou, soos die woord flexie vir jou sê, wat ook van die Latijn kom, flexio, wat betekent verander, buig, verander hy slechts die vorm van die stam. Hy verander nie die betekenis nie, hy verander nie die woordsoortlikheid nie, hy verbuig nie die stam, hy verander die vorm. Hy vorm nie meervoud. So een man, twee mans, die S, flexiemorfeem, want hy vorm net die meervoud. Hy vorm verkleining, seun, seunkie, T-J-I-E, flexiemorfeem, want hy verander net die vorm van die woord naar die verkleining. Hy vorm verlede tyd, slaap het geslaap, ge, flexiemorfeem, want hy daai verlede tyd aan, hy verander net die vorm van die woord naar die verlede tyd. Hy daai trappe van vergelijking aan, met andere woord die vergrotende, en of die oortreffende trap. Groot, groter, daar is die ER, jou flexiemorfeem, hy verander die vorm van die woord. Grootste, STE, flexiemorfeem, hy verander die vorm van die woord na die oortreffende trap. En verder kan jou flexiemorfeem vir jou die bijvoeglike naamwoord verbuig. En gewoonlik is dit wanneer hy attributief gebruik word, ne? Die ondervinding was sleg, die ondervinding was naar, dit was een nare ondervinding, dan is daar die E, jou flexiemorfeem. Goed, die derde soort morfeem is jou afleidingsmorfeem. Nou, net soos jou flexiemorfeem, het die afleidingsmorfeem nie selfstandige betekenis nie. Hy het slechts betekenis as hy by die stam gevoeg word. Hy kan ook een pre- of een postmorfeem wees, maar die belangrike is, hy is afhankelijk van die stam om betekenis te dra. En hy het drie moontlike funksies. Hy kan die woordsoortlikheid van die stam verander. Met andere woorde, hy kan van een selfstandige naamwoord een werkwoord maak. Bijvoorbeeld water, ontwater, dit is een werkwoord. Van een werkwoord kan hy maak een selfstandige naamwoord. Ek groet om, groet, werkwoord. Hy stuur groete, groete, selfstandige naamwoord. Die E daar, natuurlijk die. Excuse. Die E, die afleidingsmorfeem. Vader, vaderlik, daar maak hy van een selfstandige naamwoord een bijvoeglike naamwoord dier die I-L-I-K. Goed, hy kan ook die betekenis van die stam verander. Bijvoorbeeld daad, misdaad. Die mis voorvoegsel, die afleidingsmorfeem mis, gee aan die woord een teenoorgestelde betekenis. Een misdaad is een slechte daad. Met andere woorde, die betekenis van die woordkie mis, of van die afleidingsmorfeem mis, het wel betekenis saam met die stam. En dan die derde ene is, hy dui die vrouwelike vorm aan. Hertog, hertogin. Goed, die volgende morfeem, die vierde morfeem, is die metamorfeem. Nou, metamorfeem verwijs bloot na klinkerwisseling.
die structuur van die woord verander, omdat die klinkers verander. Partykeer kom daar ook nog een pre- of een postmorfeem bij. Maar die hoofsaak is dat met een metamorfeem die klinkers verander. Bijvoorbeeld, van buig kan je maak boog. Van ruik, reuk. Suig, soog. Knijp, knip. Weeg, wik. Skiet, skut. Iemand wat skiet is een skut. Snij, snit. Vind, fonds. Je kan ook bijvoorbeeld van trap, trippel maak. Dan het jy nog een EL bij, nog een afleidingsmorfeem. Goed, dan kyk ons na simplexe en complexe. Een simplex bestaan net uit één stam. Als een woord net uit een stam bestaan, dan is hij een simplex. Bijvoorbeeld pampoen. Pampoen. Pampoen bestaan net uit zijn stam. Besluit. Besluit is die hele stam, want daar sluit het niks te doen met besluit nie. Van sluit zou je kon maak sleutel, dan het jy een complex. Maar besluit is net een simplex. Is net een stam, daarom simplex. Ooievaar, weer eens. Dit lijkt misschien na twee dele, maar is één stam. Ook elmboog. Één stam, dus een complex. Hier is nog een paar. Domkrag. Domkrag is die ding wat jy gebruik om een motor mee te lig as jy een papwiel het. Appelkoos, goedkoop, beweer, veilig, verbaas, ijslik. Kyk een bykie na die woorde, hulle lyk omal of hulle uit twee dele bestaan, maar hulle bestaan slechts uit een stam. As jy die twee dele uit mekaar haal, het hulle nie afsonderlik betekenis wat verband hou met die hele woord nie. Goed, jou complex bestaan uit een of meer stammen met een morfeem of morfeme. So enige afleiding, enige meervoudsvorm, verkleiningsvorm, enige vergrotende of oortreffende trap, verleerdheidsvorm, verbuiging, samenstellings en samenstellende afleidings sal komplekse wees. Bijvoorbeeld, van wolk maak jy onbewolk. Dan wil jy sit vir hom voorvoegsel by en be. En daar is volk, daar is jou stam. Met andere woorden, jij het een complex. Wijfie kat bestaan uit twee stammen, wijfie plus kat. Kat naal, twee stammen, kat en naal. Kat rug uit de stam en een afleidingsmorfeem, kat en dan een rug. Bemanning bestaan uit een stam, man, en dan afleidingsmorfeem, formeem, morfeem, vooraan be, en dan weer achteraan ook i en g. Goed, so al daardie woorde is dan complexe. Nou kom ons by samenstelling. Wanneer twee of meer woorde saamgevoeg word om een nieuwe woord te vorm, het jy een samenstelling. Bijvoorbeeld rol plus punt plus pen, rol punt pen. Dans en skoene, dans skoene. Kyk een bykie die twee esse, want dans eindig op een s en skoene begin met die s. Daarom het jy daarso twee esse. Twee esse. Jakkals en streke. Weer eens eindig jakkals op een s en streke begin met die s. Daarom twee esse. Seks, skandaal. Weer dieselfde. Twee esse. Dwarskop. Twee esse. Courantberig. Courantberig. Beboot die resept. Kernkragsentrale. Nou kyk wat gebeur by partijwoorde. Die partijwoorde het jy nodig om een klank in te voeg, om hom uit te spreek. Van lewe en stryd kan jy net lewe stryd maak nie. Jy moet een klank in sit om hom makkeliker uit te spreek. Nou die klank is hier die N. Lewen stryd, die N voeg ons in. Dit is een verbindingsklank. Kind en skoen. Ons praat hier van een kindskoen nie, maar van een kinderskoen. Die ER is een verbindingsklank. Gewete en saak, geweten, saak en verbindingsklank. Nooi en van is jou nooiens van, ENS, verbindingsklank. Verbindingsklank, moet ons onthou, is nie een morfeem nie. Hy het nie betekenis nie, hy is bloot een klank wat het makkeliker maak om die woorde uit te spreek. Dit is belangrijk om dit te onthou. Goed, dan die volgende woordvormingsproces is afleiding.
Afleiding is die proces waardoor ons nieuwe woorden vorm door gebruik te maken van afleidingsmorfeme, wat natuurlijk pre- of postmorfeme kan wees, soos ons gesien het by bemanning, waar ons gehad het man as die stam, en toe het ons gehad beman, as jy iets beman, en toe het ons gemaakt bemanning. So daar was twee afleidingsmorfeme. Goed, soos van hoop kan ons maak wanhoop, aardsluiaard, antwoord, oordier, onding, beroemd, sien, hierdie is daar een B ook, ne? Onthoof en verdraai. Dit is afleiding. En nou kry ons ook een proces wat een combinatie is van samenstelling en afleiding. En ons noem dit samenstellende afleiding. Nou, belangrijk bij samenstellende afleiding is dat twee of meer stammen gelijktijdig verbind met een afleidingsmorfeem. Hij kan niet verbind met een flexiemorfeem nie, de samenstellende afleiding, daarom moet het een afleidingsmorfeem mee. Bijvoorbeeld, klein plezier plus ig is klein sierig. Liefde plus betuig plus ig, ach excuse, dit moet wees in. Dit moet een ing wees, is een liefdesbetuiging. Swart plus gal plus ig is swartgallig. Oog, en daar korte R, ek is jammer. Oop en hart en ig is openhartig. 2 en graad plus S is tweede graads. 11 plus eeuw plus S, 11de eeuws. Nou, die groot toets vir die samenstellende afleiding is om te kyk of jy die afleidingsmorfeem kan wegneem. Nou, as ons sommer net vat liefdesbetuiging, en ons probeer die morfeem wegvat, dan bly oor liefdesbetuig. Nou, dis nie een woord nie. Swartgal is nie een woord nie. Openhart is nie een woord nie. Met ander woord, die toets vir die samenstellende afleiding is kyk of jy die afleidingsmorfeem kan wegneem. As jy hom kan wegneem en die woord bestaan nog, dan is dit nie een samenstellende afleiding nie. Goed, dan kyk ons na anglicismes. Anglicismes is woorde of uitdrukkings wat ons vorm na die constructie van Engels, terwyl daar een echt Afrikaanse alternatief is. Goed, dit is belangrik. Dit is nie een anglicisme as ons nie in Afrikaans een woord het daarvoor nie. Maar as ons wel een woord het, een beter woord in Afrikaans, en ons gebruik die Engelse woord, dan het gebruik ons een anglicisme. Of ons gebruik die Engelse stelwijze, dan gebruik ons een anglicisme. Goed, dit beteken woord is het woord wat uit Engels kom. Een germanisme is een woordbees wat ons uit Duits sou leen, bijvoorbeeld. Maar ons woorde word hoofsakelijk uit Engels geleen. Bijvoorbeeld, as ons sê dit affecteer ons nie, dan is ons eindelijk bezig om die Engelse woord effect direct te vertaal, terwijl ons eindelijk in Afrikaans sê, dit raak ons nie, of het gaan ons nie aan nie. Pereskoen, horseshoe, Afrikaans is nie een pereskoen nie, dit is een hoefijster. Alhoewel mense praat van die pereskoen, is het eindelijk verkeerd. Pereskoen is een anglicisme, want ons het die woord hoefijster. Daai idioom, bloed is dikker as water, Engels is blood is thicker than water. In Afrikaans sê ons nie bloed is dikker as water nie, dis die Engelse idioom, ons sê bloed kruip waar het nie kan loop nie. Bloed kruip waar het nie kan loop nie, dis die regte Afrikaanse uitdrukking. Dan hierdie een wat deesdaagse kinders baie gebruik. Hou jy van braai vleis? Ek doen. Hoor jylle? Nou, aanleiding van die Engels, I do. Ek doen. Dis nie reg nie. Jy sê ja, ek hou van braai vleis, of ja, baie. Dan het jy die korrekte Afrikaans. Nog ene, daar sal niks verkeerd gaan nie. Dit moet wees, daar sal niks verkeerd loop nie. 1 in 1000 sal dit doen, in plaas van 1 uit 1000. Sal dit doen, excuse, daar moet doen wees, die rekenaar doen snaakse goed. Onthou, Afrikaans en Engels is lede van dieselfde taalfamilie, en daarom is daar groot natuurlijke ooreenkomste. Hand, hand, pen, pen. Ek het al vele gewys daarop. Die woorde het gemeenskaplike oorsprong. Die ander ding is, woorde van Latijnse oorsprong is nie anglicismes nie. Bijvoorbeeld doseer, kom van die Latijn dosere. Solo, van sola. Maritiem, maritima. Figuur, figura. Provincie, provincia. Antiek, antiqua.
In Engels het ons ook solo, maritime, figure, province, antique. Al die woorden komen uit Latijn. Nog een manier waarop woorden in ons taal gevormd worden is klanknabootsing of onomatopoeë. Dit vindt plaats wanneer woorden sekere klanken naboots. Nee, bijvoorbeeld die naam van voelkies wat afgeleid is van die geluid wat hulle maak. Bokmakiri, koeëvoel. Die geluid wat water maak, klots. Bai, zoom, kriek, toet. Al die woorden is klanknabootsings. Neologismes is woorden wat in ons vorm vir nieuwe begrippe in die taal. Zodra het deel wordt van die woordeskat, gewoonlik zodra het in die woordenboek opgeneem is, dan word het nie meer beskou as 'n nuutskepping nie. Bijvoorbeeld, junkfood het in Afrikaans geword gemorskos. 'N trailer het in Afrikaans geword, ek praat nou van die trailer van 'n film, 'n lokfilm. Scrapyard, 'n skrootwerf. 'N scoop, wanneer jy vir 'n koerant 'n scoop het, dan is dit 'n trefberig of 'n nuustreffer. Sodra daar die woorde ingeburger is, nie meer neologismes nie. Maar sodra daar iets nuuts in 'n taal ontstaan, en ons woord skep daarvoor, dan skep ons een neologisme en brei ons die woordeskat van die taal so uit. Goed, erfgoed. Erfgoed is al die woorde wat Afrikaans uit Nederlands van die 17e eeuw oorgeneem het. Nou die grootste percentage van ons Afrikaanse woorde kan as erfgoed beskou word. Ons taal kom uit Nederlands. Leengoed. Wanneer Afrikaans nie 'n woord het vir 'n begrip nie, dan leen ons woorde uit ander tale. En so het Afrikaans baie woorde uit ander tale. Julle kan gaan kyk, ons het uit Maleis uit woorde geneem, Bladjang, Susati, Baie, Rotang ensovoorts. Uit Arabies kom daar matras, harem, sofa, syfer, algebra. Uit Portugees, tronk, spen, sambok, kakerlak, kooi, boegoe, eina, aitsa, karoo, kwaga, karos, kiri, abba, nguni, kaya, lebola, ndaba, mamba, Frans, restaurant, garage, Duits, kraans, gemaal, manhaftig. Goed, so ons leen baie woorde uit ander tale. So leen alle tale woorde uit ander tale. Eie goed verwys natuurlik na al die woorde wat self ontstaan het, wat ons self skep, met ander woorde samestellings wat ons maak, afleidings wat ons maak, samestellende afleidings wat ons maak, dit is alles eie goed, dit is woorde wat ons self skep in ons taal. Goed. Dan is daar die verskynsel van volksetymologie. Nou, volksetymologie is woorde wat die volk self in die mond, in die taal aanpas. Nou, etymologie, sal julle weet, is die studie van die herkomst van woorde. Nou, wat met volksetymologie gebeur, is dat in die volksmond die woord likdoren, wat die Nederlands is vir 'n lidoren, vreemd klink. So uit onkunde het hulle gehoor liddoring en hy het geword liddoring in Afrikaans. Maar eintlik is pas die Nederlandse woord likdoring. Skorbutus, nie geweet wat dit is nie, dat het skeurbuik gemaak en dit het vandag so geblei. Muisenissen, wat gedagtes beteken, Nederlandse woord het hulle muisneste gemaak. Abrikoos, het hulle appelkoos gemaak. Drunkenness, dronknes. Engborstig, amborstig. Goed, so dit is woorde wat uit onkunde tot die taal toegevoeg is. Party het hulle grappenderwys gemaak, van byvoorbeeld van 'n bicycle, 'n bicycle, van benefit, binnefit, cosmetics, kost my niks, oude cologne, olie kolonie, repatriation, rypatruis, dysentery, duisentree, bronchitis, bronkaikies. Goed, dan het ons ook contaminatievorme. Nou, contaminatie beteken contaminate, wat natuurlijk ook een Latijnse stam het, en dit is een proces waardoor een woord of uitdrukking verander word door dit verkeerlik te associeer met een ander woord of frase. So wat gebeur is die twee vorms besmet mekaar, besroel mekaar, contamineer mekaar, zodat ons een verkeerde vorm krijg. Bijvoorbeeld, oorspoeling, mens praat van 'n oorspoeling of 'n oorstroming. Hy het geword verspoeling. Verseker of assureer het geword verassureer. Verneken kul, verkul. Later of naderhand, laterhand. Afsluit eindig, afeindig. Ewe mense naaste, ewe naaste.
In plaas van of in plek van. Het die mense die S van die in plaas van geneem en om by die in plek gesit so het uitgeword in pleks van. Boogenoemde of voorafgaande het geword booggaande. Nou al die vorme is nie korrek nie. Dit is, ons gebruik nie dit in korrekte Afrikaans nie. Partij van hulle raak wel ingeburger, soos verassureer, maar die verkieslike woord sal wees verseker. Goed, pleonasmus. Pleonasmus kan baie prettig wees. Dit gebruik verwys na die gebruik van meer woorde as wat nodig is, soos hy loop te voet, of is 'n ronde sirkel, of 'n dooie lijk, of ek sal dit persoonlik self doen. Dit is identies dieselfde. As iets identies is, is dit dieselfde. Weer herhaal, as jy dit herhaal, doen jy dit weer. Uitskater van die lach. As jy dit uitskater, dan lach jy. Pleonasme. En daar moet natuurlik wees lekker gesmol, die elle daar wegraak. Ek het lekker gesmol. Smol beteken om lekker te eet, so jy hoef dit nie twee maal te sê nie. Ware feite. Feite is die waarheid, veronderstel om die waarheid te wees. Een vereiste is noodsaaklik, so het nie nodig noodsaaklike vereiste nie. En so met die res ook. Kyk 'n bietjie vir was gewees. In Afrikaans is was reeds die verlede tyd, so ons sê nie was gewees nie. Ons sê net ek was in die dorp. Nee, ek was in die dorp gewees nie, net ek was in die dorp. Ook met jou trappe van vergelyking, as jy reeds daardie fleksiemorfeem STE aan die einde het, algemeenste, dan gebruik ons nie ook nog mees nie. Daardie is reeds die oortreffende trap. Nou het ons 'n dubbele oortreffende trap. So, dit is pleonasme. Goed, die volgende in tautologie. Want daar is nog steeds besig met woordvormingsprosesse, maniere waarop woorde tot 'n woordeskat toegevoeg word, maniere waarop ons woorde in Afrikaans gekry het of gemaak het. Tautologie. Tautologie is ook 'n herhalingsvorm, maar dit vind in een woord plaas. As die tweede deel van die woord se betekenis reeds in die eerste deel gegee word, dan het ons gebruik ons dieselfde woord eintlik twee keer. Dit word ook stapelvorming genoem. Baie van hulle behou ons, omdat die oorspronklike betekenis van die eerste deel van die woord versluit geraak het. Ons gebruik dit nie meer so nie. Byvoorbeeld, ons het tautologiese meervoudsvorme. Kind, in die Nederlands sou dit een kind, twee kinder wees. So ons het 'n S by, so ons het eintlik 'n dubbele meervoud. Kind, kinders. Dieselfde met eiers. 'N ei is 'n eier in Nederlands. As jy twee ei het, dan jy twee eier. In Afrikaans sit ons nog 'n S by, dubbele meervoud. Verkleining ook. Koppie is klare verkleinwoord. Mandjie is klare verkleinwoord. Nou sê ons koppiekie, mandjiekie, dubbele verkleining, met ander woorde tautologie. Ander voorbeelde kom uit Nederlands. Brokstuk. Brok is klare stuk. 'N Brok van iets is 'n stuk van iets. As jy brokstuk sê, sê jy eintlik stuk, stuk, jy sê dit twee keer, of brok, brok. Graftombe, selfde, tombe is 'n graf, graf is 'n tombe. So graftombe is 'n dubbele woord. Tortelduif, 'n tortel is 'n duif. Kabeltou, 'n kabel is 'n tou. Met ander woorde, die betekenis van die woord word herhaal in die woord. Goed, dit is dan tautologie. Archaïsmus. Net soos die woord jou sê, is dit argaïese vorme. Dis woorde wat goed beskryf wat lank in die verlede gebruik is. Woorde soos kalfater. Kalfater beteken om 'n boetjie reg te maak. Ons gebruik nie meer daai woord nie. Lunsriem. 'N Lunsriem is 'n ding wat hulle in die ossewaag, aan 'n ossewaag gebruik het. Ons het nie meer lunsrieme nie. Tonteldoos. 'n Tonteldoos het die ou mense gebruik om vuur te maak. 'N remskoen. 'N remskoen was 'n houtblokkie wat teen die wiel van die wa geskuur het om die wa tot stilstand te bring. Ons gebruik nie meer daai woorde in Afrikaans nie, omdat ons nie meer met osse waar ons ry nie. Hulle bly wel in sommige idiome voortleef. As jy sê iemand is 'n lunsriem, beteken dit hy is 'n vuil persoon of hy is 'n smerige vent. Van die lunsriem het hier by die wiel gehang waar hy olie geabsorbeer het. Hy was dus baie vuil. 'N remskoen, as ons sê van iemand dat hy 'n remskoen is, dan beteken dit hy keer vooruitgang. Hy hou mense wat wil vooruitgaan terug.
So hulle leef wel in idiome voor, maar hulle benoem nie meer die voorwerpe nie, omdat ons die voorwerpe nie meer gebruik nie. Ons kry hulle nog net in museums. Dan taalfossiele. Dit is ou Nederlandse taalreste wat ons nog gebruik. Byvoorbeeld in uitdrukkings soos jy 'n kind des doods. Dit is te verstaane. Ek sal jou ter gelegener tyd spreek. Met die ter perse gaan van die boek. Te alle tye. Al daardie oorblyfsels van die lidwoord in Nederlands is taalfossiele. Ons gebruik hulle wel nog, maar is ou Nederlandse reste in die taal. Laaste een is analogie. Ons kry hom by verskillende maniere van woordvorming. In 'n samenstelling soos steenbok, dui die steen die omgewing waar die soort bok voorkom. Klipperige omgewing. So nou analogie beteken voorbeeld, na die voorbeeld hiervan is byvoorbeeld gemaak bosbok, rietbok, waterbok. OK, bok wat in die bosse bly, 'n bok wat naby water is. Na analogie van byvoorbeeld waterig maak ons winderig, bitterig. Na analogie van vrek suinig vorm ons vrek lelik of vrek warm. Na analogie van vliegtuig maak ons vliegveld en vliegskool. Dit kom by kindertaal natuurlik voor, waar 'n kind na analogie van tweede sal vorm driede. Of na aandering van die meervoud pad paaie, sal hy sê meerkat meerkaaie, in plaas van meerkatte. Dit is dan analogie. En dit is dan die einde van kontaksessie nummer 5 se lesing.